Herken je dat? Van dat kokonnetje? Ja, dat ken ik wel, ja. Zal ik eens bij je komen in dat kokonnetje? Nee. Is het dan ochtend? Ja. Hier, dit is voor jou. Dit is speciaal voor jou. Gefeliciteerd, hè, met je 40ste verjaardag, man. Het is gemaakt van Braziliaanse bospaddenstoelen. Het is een soort natuurlijke LSD. Ze versnellen je proces enorm. Niet puur drinken. 4 druppels in een glaasje water. Laat maar. Het is misschien voor mij. Het is voor mij. Hoe weet je dat nou zo zeker? Misschien is het wel voor mij. Werk. Het is voor jou. Zeker toch? Wat is dat? Een beetje kook voor Max' verjaardag. Hoeveel heeft dat wel niet gekost? 150 gulden. Is die fax van Louis? 150 gulden voor een beetje gif? Is geen gif. Een geestverruimend middel. Is die wel aan toe, vind ik. Misschien moet jij er ook wat van gebruiken. En Toto, wat heb je daarvoor? Een shotje heroïne? Nou, zet hem op, jongen. Kijk maar eens even naar je vader. Ik heb de zuidlamp niet eens. Zo, nou. Jarige Job. Nou, 2 delen ochtendurine. 1 deel water. 1 water en 2 precies. Ja, verdurine. Dat ochtendurine heel geconcentreerd is en bovendien moet je niet denken dat je alles beter weet. Kijk, dat vinden de plantjes hier. Ik ga weer douchen. Dat is goed, jongen. Bedankt, hè. Hallo? Ik heb een pakje voor je. Ik haal het zo op, dank u wel. Maria? Maria, zei je voor mij even... de brievenbus willen gaan. Er zit een cadeautje in voor Toto. En het is zo gek, want die afstand is zo ver. Dat haal ik vandaag niet. Dat heb ik toevallig gehoord. Maar we hebben Maria niet aangenomen om jouw pakjes uit de brievenbus te halen. Laf billetje. Hele billetje. Het is voor je verjaardag. Gefeliciteerd. Dat is lang geleden. Om je op te vrolijken. Ti mancato, ti penso ogni sera, ogni notte. Anch'io, amore. Il tuo fascino. Meesterlijke openingsscène. Dobbiamo trovare una soluzione per la disoccupazione, amore. Wat is dat voor video? Dat is het werk van Luigi Massolucci. Mee werken is een hele experimentele regisseur. La disoccupazione. Als er nou een fax komt voor mij, dan komen ze er niet doorheen. Of dat scheidpapier is op. Die rol kostte 12,50 gulden. En ik vind het niet meer dan ver dan dat jij de kosten voor je rekening. Ci facciamo tutto noi, sì. È vero. En jij bent ook niet vies van het geld. Ik zie jou gewoon afzakken, weet je dat? Vroeger stond je nog eens in een behoorlijk stuk. En tegenwoordig dan leen je voor de eerste de beste datefilm.
Dat is wel een politiek geëngageerde D-film. Een erotische ondertoon, ja. Op zijn dak. Goed, moet ik even. Pak, pak, pak. Batti, batti, oh, bella mazzetto. Begint het met een G? Nee, het is geen Gameboy. Je weet waarom. Hè, daar hebben we nou toch echt lang genoeg over gediscussieerd. Ja, een Gameboy is remmend voor mijn fantasie. Precies. Hé, hey, daar, jullie doen gewoon mee. Parcours militair, hè? Zwaar. Heel zwaar. Sorry, but where are you?